We zien het schip Jorita nu passeren. Dat is een schip van 200 meter, dat gaat richting Gallo. En dat betekent werk aan de winkel voor de bootmannen of roeiers, zoals ze in Nederland worden genoemd. De bootmannen van de Eendracht verzorgen het vast- en weer losmaken van schepen in het Gentse deel van onze haven. De Jorita is nu langs zij aan het komen. Dan wordt er een heavinglijn door de bemanning aan wal gesmeten en vastgemaakt aan twee springlijnen. Die worden dan vastgemaakt aan de wal, waarna een andere heavinglijn wordt naar ons toegegooid om de vier achterlijnen hier aan wal ook vast te maken. Wij bestaan nu ongeveer bijna 100 jaar. We werken met een 40-tal mensen en wij staan in 24/7, dag in dag uit, voor de veiligheid, voor het vastmaken van de zeeschepen. Per jaar komen er ongeveer 3000 schepen die wij vastmaken en ook weer losgooien natuurlijk. Dat vastleggen lijkt eenvoudig, maar met schepen van deze omvang komt er heel wat bij kijken en is het ook niet geheel zonder risico. Daarom staat veiligheid altijd voorop. Je moet echt wel alert zijn telkens. Als er een lijn op spanning komt en die knapt, dan gaat die wel heel ver. Dan moet je echt op alert zijn dat je genoeg afstand houdt wanneer de lijnen op spanning komen. En ook eigenlijk echt wel bezig zijn met wat je doet. Het is op zich niet gevaarlijk, maar je moet wel opletten. 6 jaar geleden ben ik hier begonnen en dat was een compleet nieuwe wereld die open gaat. Tijdij! Volledige mechanismen van hoe het werkt met de loodsen, de havendienst, de bootmannen, wat er allemaal bij, komt bij kijken. Andere schepen die bunkeren, proviant aan boord brengen. Er moet zoveel gebeuren voor één schip die binnenkomt. Dus best wel indrukwekkend.